Welkom in de Ziggo Dome in Amsterdam. Het is een historische avond. De climax van een dag die voor de leden van de Jostiband al vroeg begon met de reis naar Amsterdam. Om 11 uur vanochtend kwamen ze hier aan en het was de eerste confrontatie met deze arena waar ze vanavond hun 50-jarig jubileum vieren. Het werd een dag waarin het ene hoogtepunt het andere opvolgde. Ik vind dit zo mooi, vooral die rat vind ik mooi. Ja, hè? Het einde ook van een reis die al maanden geleden begon. Dak eraf gooien! Een reis waarin de mensen van de Jostiband en veel andere mensen met een verstandelijke beperking samen hebben laten zien waartoe ze in staat zijn. En dat is heel wat. Het is de eerste keer. Ik ben er nooit geweest hier. Het is echt de eerste keer voor mij. Eigenlijk alles dat u de komende 75 minuten te zien krijgt, is voor een belangrijk deel bedacht, georganiseerd en uitgevoerd door mensen met een verstandelijke beperking. Van decor en licht tot de gastartiesten. Van de sponsoring tot de filmpjes die we te zien krijgen. En zelfs het idee om vanavond de verjaardag van de band hier in deze muziekzaal te vieren. Dit is jouw camera. Ja. Het podium is heel ver weg. We staan nu op het punt van beginnen. De zaal is helemaal uitverkocht. Ruim 10.000 mensen zitten er, onder wie koning Willem-Alexander. Ze zijn hier allemaal naartoe gekomen voor dit bijzondere orkest. Bloed, zweet en tranen, dat waren het voor alle betrokkenen tijdens deze maanden van voorbereiding. Maar er waren ook momenten van ontroering, saamhorigheid en trots, omdat ze zichzelf hebben verrast met wat ze allemaal hebben bereikt. En daarmee vieren we vanavond veel meer dan een verjaardag. Welkom bij 50 jaar Jostiband. 4, 3, 2, 1, nu. Goed gedaan, Rick. Hey jongens, Armin van Buren hier met een speciale persoonlijke boodschap voor de Jostiband. Ik wil even zeggen, ik vind het echt super cool wat jullie doen met pingpong en natuurlijk met This Is What It Feels Like. Ik had echt tranen in mijn ogen toen ik het voor het eerst zag. Ik ben helemaal trots dat jullie mijn nummer gaan uitvoeren. Heel veel succes en natuurlijk gefeliciteerd met het 50-jarig bestaan. En heel veel succes met de shows in de Ziggo Dome. Tot snel! Ik ben mijn artiestenbegeleiding kwijt. En dan doe ik natuurlijk dit jasje erop. I love the Jostiband, het is natuurlijk eigenlijk. Ja. En het hangt allemaal klaar, zijn in de make-up geweest. Ik heb mijn broek al aangetrokken, mijn schoenen aan. En doe straks alleen mijn oortjes nog in. En dan gaan we straks ons helemaal klaarmaken. Goed hè? Ja. Wat een begin, wat een begin! Zo, ik heb er helemaal, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik heb er helemaal kippenvel van.
Ja, nou sta ik hier wel trots vooraan alsof jullie voor mij klappen. Maar jullie klappen natuurlijk voor degene die dit allemaal voor elkaar gebokst hebben. En dat zijn de helden die hier achter mij op het podium zitten. De leden van de Jostiband. Want zij hebben het allemaal voor elkaar gebokst. Ja, kijk, ik geniet van het uitzicht. Maar ik wil, jij hebt wel een ereplek. Wat vind jij ervan als je zo kijkt? Ja, echt een belevenis voor zoveel mensen. Het spelen van gewoon voor een uitverkocht Ziggo Dome. Dat verwacht je gewoon niet. Nee. Nog één keer. Hoeveel jaar bestonden jullie ook alweer? Wij bestaan 50 jaar. 50 jaar! Dat is ongelooflijk zo lang. Ga lekker zitten, want daar hoort een nummer bij. En dat is een nummer waar jullie allemaal meteen aan mee kunnen doen. Dus we verwachten jullie hulp. Dan gaan we met z'n allen. Lang zullen ze leven. Lang zullen ze leven. Hartstikke goed, jongens, en van harte gefeliciteerd. En het is niet niks. En nu zijn we hier dus met z'n allen bij elkaar. Het zijn meer dan 10.000, volgens mij 11.000 mensen hier vanavond bij elkaar. De koning is erbij. Het is eigenlijk een droom die uitkomt. En die droom begon zo. Ja, sowieso een groot concert. Mijn droom is duizenden mensen. Heel veel publiek en een knalvijf. Gewoon echt dat het gewoon de dak eraf vliegt als wij spelen. En ja, het liefst natuurlijk met bekende artiesten natuurlijk. Koningin Alexander. Gaan ze allemaal klappen. Ja, dan zijn ze heel erg blij. Dat we juichen en klappen en gewoon ons uit het dak gaan en zo om te vieren. Dat voel je in je hart. En het liefst natuurlijk in het Ziggo Dome. Ja. Voelt lekker, hè, dat applaus, of niet? Als je hier vooraan zit. Oh, wel, ja, het is wel lekker. Het is lekker, ja. Maar de lat, die lag dus hoog. Er waren hoge verwachtingen. Dus aan de slag erom. Zelf je dromen waarmaken. En er moest echt van alles gebeuren. Er moest heel veel geregeld worden. Decor, het licht, de gastartiesten, de sponsoring, nou eigenlijk alles. Maar misschien het belangrijkste wel, de publiciteit. Want zonder publiciteit hadden jullie hier nooit gezeten. En de afspraak was, ze doen alles zelf. En ik ben er echt onder indruk wat jullie allemaal voor elkaar hebben gekregen. Want we gaan heel even terug, na half januari. Ja, je kan het je nu niet voorstellen, maar toen was het hier helemaal leeg. Er was helemaal niemand, behalve er stonden daar in het midden een paar tafeltjes, een paar stoelen. En de hele Nederlandse pers was uitgenodigd, want het was tijd voor de eerste persconferentie. Vandaag is het zover. De droom mag verteld worden. Het is een eerste confrontatie met de buitenwereld, maar ook met deze immense zaal. Wow. Wauw, zeg. Wat heel indrukwekkend als het leeg is. Jeetje, wat leuk. Opeens beseft het orkest waar ze eigenlijk aan begonnen zijn. Vorige keer bij Marco Passato zat ik daar. En nu sta ik hier. Maar voor paniek is geen ruimte. Het is nog maar 1 uur voordat de hele Nederlandse pers voor de deur staat. Microfoons worden aangesloten, lampen neergezet. En dan zit je midden in die enorme hal. Dat is echt bizar. Echt bizar. Geen woorden verder. De journalisten nemen plaats en dan is het opeens allemaal behoorlijk spannend. Eenmaal begonnen gaat het min of meer vanzelf. Onze vrienden hebben een verhaal te vertellen en dat doen ze gewoon. Wij hebben een beperking, maar mensen die ook ergens anders zijn, die hebben ook een beperking. Ja, zoals je dat dan zegt, elke gek heeft zijn gebrek. Ja, dat klopt, hè. Is het zo?
Het gaat goed. Iedereen is super geïnteresseerd en vriendelijk. Blijdschap alom. Maar ook het besef dat het nog een lange, hobbelige weg is naar het optreden in september. Na die persconferentie, toen liep het storm. Er was eigenlijk geen radiozender, geen televisiezender. Op internet, overal kwam je de Jostiband tegen. Laat je horen voor de Jostiband! Ja! Het zijn drukke weken voor de Jostiband. Het orkest maakt zich op voor het jubileumconcert. De Jostiband, die bestaan dit jaar alweer 50 de jaar. De Jostiband dan, die werkt zich drie slagen in de ronde om op 5 september helemaal klaar te zijn voor dat... De Jostiband bestaat 50 jaar. Nou, het was wel heel erg leuk dat ze het doet. Ja. Maan. Maan. Zij daar hebben dat voor elkaar gekregen. Brian, hoe belangrijk was het voor jou om Maan binnen te slepen? Ja, dat was heel, ja, heel emotioneel. Nee. Laten we het zo afspreken, nee. Ja, dan ga je eromheen draaien. Ik ken jou. Hoe komt Gerrit er dan in één keer bij? Nou, we hebben ons weer met Gerrit Joling opgetreden. Geen smoes, want dat trap ik niet in. Wat gaan jullie laten zien daar? Waar gaan de mensen voor kijken? We gaan Coldplay spelen. Zo. Coldplay? Ja. Zo. Armin van Buuren. Maar hoe is dat idee gekomen? Het was eigenlijk een idee van het orkestleden zelf. Ja. Om gewoon eens goed aan te pakken. Ik sta inmiddels naast Evelien. En Evelien, al die journalisten die je sprak bij de persconferentie en overal. Wat voor vragen kreeg je nou allemaal? Soms hele rare vragen en soms hele leuke vragen. Noem ze een rare vraag. Nou, dat was een keer met Inge en mij. Dan moest ze het nummer van vader Abraham zingen van de Smurf. Nou, dat doe je niet, dat ga je niet doen. Nee, dat snap ik ook wel om eerlijk te zijn. Ja. Maar daar gaan we niet veel meer over zeggen, denk ik, Evelien. Ik weet het niet, ik zeg er verder niks van. Maar zulke vragen, dat was wel... Maar verder is het wel leuk. En je moet gewoon bij jezelf blijven en gewoon jezelf zijn. En dan komt het vanzelf wel goed. Ja. Nou, dat doe je ook. Dankjewel. We gaan nog veel meer horen van jullie avonturen naar dit podium toe. Ja, er waren een heleboel artiesten die zeiden, ik wil er vanavond bij zijn. En de man die nu het podium opkomt, die belde de dag na de persconferentie op. En hij zei, ik vind het zo te gek wat ze doen. Daar moet ik bij zijn. Nou, hij heeft groot gelijk, want jullie wilden er ook bij zijn. Hij zingt een lied dat gaat over de weg naar dit optreden. Bloed, zweet en tranen. Weet jullie het al? Jazeker. Hier is René Vroeger. Ik heb het goed gedaan, maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk in de tijd. Een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag. Geproefd van het leven, zonder vrienden om de keer. Vast 4. Zo Jeffrey, je doet het hartstikke goed. Zing mee, met bloed, zweet en tranen. Zij groot hier, maar hoor. Met bloed, zweet en tranen. Thank you.
Feest. Ja, geweldig. Ja? Heerlijk. Echt zo leuk om te doen. Nee. Fantastisch. Hoe vond jij het? Ja, ik vond het wel leuk. Sorry dat ik niet kon ophalen omdat ik feest was met de duur. Maar ja, je bent het toch? Ik ben het toch. Ja. We gaan een lekker kopje koffie drinken. Goedemiddag, Lucas de productie. Je spreekt met Kim. Goedemiddag, we spreken met Theo Vermeij van de Jostiband. Hoi. Hallo, wij hebben aan u een vraag. Wij bestaan volgend jaar 50 jaar. Ja. En dan gaan we met de Jostiband een concert geven in het Ziggo Dome. Ja. En wij zouden het heel erg leuk vinden als Armin van Buuren mee kon doen met ons. Oké. Okay. Maar dan bent u alleen bij ons niet helemaal op het goede adres, want wij zijn zijn boekingskantoor. Ja. Kun je best even contact opnemen met zijn management. Zou je dat misschien op de mail kunnen zetten? Wat je het beste heel even kan doen, is even een mailtje sturen. Dan kunnen we het even bekijken. Ja. Je kunt het beste haar een mailtje sturen. Dan kunnen zij het verder voor jullie oppakken. Ik kan er niet veel mee. Zou je misschien een mailtje kunnen opstellen met alle informatie daarin? Oké. Okay. Ja. Maar blijf je nou de hele avond alleen bij mij? Nee, ik heb ook Ellen. Oh, en hoe laat... Oké, okay, hoe laat gaat Ellen er? Ik kom heel even hier naartoe, naar jou, Björn. Hoe is het? Goed. Met jou? Ja, nou, met mij gaat het eigenlijk wel. Ik vind het wel leuk tot nu toe. En jij? Ik vind het ook wel geniaal. Ja, hè? En het is echt... Dit is een paleis. Dit decor. Ik bedoel, er staat van alles hier achter ons. En jij hebt er aan meegeholpen. Vertel. Ja, wij hebben de graffiti art allemaal gedaan hier. En dan de hekken die er staan, naast geplaatst. Welk stukje graffiti is van jou? Kun je dat laten zien? Ja, die staat aan de andere kant. Nou, lopen we daar toch heen? Wij hebben tijd genoeg. Dan gaan we even naar de andere kant kijken, mensen. Ja, sorry, we moeten heel even kijken waar het is. Deze, de sambaballen. Ja. Oh, die zien er ook wel mooi uit, moet ik zeggen. Kijk, dit heeft Björn gemaakt. Hoe vind je het zelf geworden? Mooi. Ja, hè? Uitstekend. En als er nu al die mensen zoveel klappen... En als je dit zo ziet in die enorme zaal, ben je dan heel trots? Ja. Ja, hè? Ja, heel erg. Dat mag ook best. Dat mag ook best, ja. Want het zijn niet alleen die 120 mensen uit het orkest... die heel hard hebben gewerkt om dit allemaal mogelijk te maken. Er zijn een heleboel mensen achter de schermen... die zich ook keihard hebben ingezet de afgelopen maanden. En dat begon met een bezoek aan de technisch producent... In het decor zou u het leuk vinden als er elementen gebruikt worden die gemaakt worden door cliënten van Ibsen de Brugge. De Ziegendoom met het reuzenrad. Was eerst heel gedoe met overleggen. Of het echt past, want het zit precies, het dak is tot 22 meter en dit reuzenrad is 21 meter en 85 centimeter. Wat er wel in past en... wel van de brand in mag. Officieel mogen we het reuzenrad niet gebruiken. Ja, ik vind het wel heel stoer, ja. Ja, dat Jostiband gewoon niet, dat niet iedereen denkt van ja, het is maar Jostiband. Mensen met beperking, zeg maar. Maar zou het niet leuk zijn dat bij het begin dat de reuzenrad dan kloksgewijs gaat draaien, dat dan... Als een soort aftalmechanisme is. Heel leuk. Maar hier laten we zien dat we een beetje echt... concert kan geven en ja. Ja, ik vind dat wel stoer, hè. Een ontwerp is één, maar de uitvoering is twee. Echt iets voor de werkplaats van cliënten. Zo uit. Kijk, dit is perfect. Rustig beginnen, we hebben geen haast. Denk je al? Dus, het is ook niet zo makkelijk hoor. Je kan niet binnen een uurtje perfect spuiten. Dus, nee, het gaat helemaal goed.
Ja, doe maar gewoon wat je zelf, wat je helemaal mooi vindt. Als je iets verder weg houdt en gewoon van links naar rechts staat, ja, dan dekt hij helemaal mooi in elkaar over. Dan krijg je niet die rare open stukjes. Jij stond meteen te juichen, Theo. Ja. Oh, het is zo lekker om hier te zijn. Lekker uit te leven. Ja, weet je wat leuk zou zijn? Nou? Ik durf het niet te vragen, maar... Gewoon doen, gewoon doen. Het zou leuk zijn als de koning dat ook kunt. Ja. Zou jij het ook leuk vinden? Ik denk dat de koning niet over jullie heen komt, jongens. Dan moeten we hem niet aandoen, want jullie zijn hier zo ontzettend goed in... dat jullie nog één keer een applaus krijgen van de hele zaal hier. Theo Brandt en Jos. Ja, je kan het proberen natuurlijk. Je kan het proberen. De leden van de Jostiband die weten het al. Zij weten het allemaal al. Maar ja, jullie nog niet... Maar wat leuk is, is dat de beelden die jullie op de schermen hier allemaal zien... die worden gedeeltelijk gemaakt door een jongen, een man die bij het team van de Jostiband hoort. Die staat daar helemaal achterin, achter camera 10. Laat je zien, daar staat Jeffrey. Ja, want ze zeggen bij de Jostiband altijd... Iedereen is bijzonder en je kan meer dan je denkt. Nou, dat geldt zeker voor Jeffrey, want die staat al de hele avond mee te filmen. Jeffrey, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Hartstikke goed. Hoe gaat het tot nu toe? Goed. Ja? Hey, nee. En nou draai je mee met een hele professionele crew, want het zijn allemaal echt toppers met wie je staat te filmen vanavond. Kunnen ze het een beetje? Ja, heel goed. Ja? En wat is het mooiste beeld dat jij vanavond al hebt gemaakt? Als dat je komt nog, denk ik. Dat moet nog komen. Dat is het beste antwoord, Jeffrey. Dank je wel. Geniet er nog van daar, hè? Doe je best. Ja, dank je wel. Oké. Want we vonden het zo bijzonder hoe gepassioneerd Jeffrey is over zijn werk en over al die camera's... dat we een dagje met hem zijn meegelopen. En dat deden wij natuurlijk ook met de camera. Ja, ik ben wel een verstandelijke beperking, ja. Je leert er gewoon vanzelf ook wel mee om mee te leven. Ik heb één probleem, ik pak niet echt zelf mijn rust. Dus als ik het aan mij leg, loop ik gewoon 7 dagen in de week, 24 uur per dag gewoon door. En dan een hele jaar door. Ja, ik ben eigenlijk veel te actief van mezelf. Ik zit niet in de Jostiband, maar ik werk soort wel voor ze om... ik help s'avonds mee met opruimen en ik film wel voor ze. Leon, de orkestleider, zegt van ja, je hoort wel bij een clubje thuis. Maar dan moet Jeffrey wel doorfietsen. Iedere woensdag helpt hij op de audiovisuele afdeling van Ipse de Brugge, kortweg de AVA. Bijna echt alles wat met beeld en geluid mee te maken heeft, er ligt. Test. Ik doe voor de AVA, film ik, microfoons aansluit ik, doe ik montagewerk op de computer doe ik. Het leuke is dat hij alles voor filmen en foto's maken, dat is helemaal zijn ding, weet je? Dat is het leuke ervan. Dus wij hebben heel veel aan Jeffrey. Weet niet, maar ik vind het gewoon onwijs gaaf om het te doen ook. Want als ik moest kiezen, dan had ik gewoon de hele week gefilmd. Bij de audiovisuele afdeling voor gewerkt. Daar ligt ook gewoon mijn passie.
Super bedankt. Dat waren Maan en Remy van Kester op harp samen met de Jostiband. En wat klonk dat fantastisch. Theo, kom even bij jou, vriend. Hoe gaat hij tot nu toe? Hartstikke goed zelfs. Ja? Je hebt al een solo gedaan en je hebt de afgelopen maanden echt heel druk bezig gehouden met het uitnodigen van alle artiesten. Dat hebben we al gezien in het filmpje. Viel niet mee, want als jullie belden, kreeg je niet iedereen meteen een telefoon, toch? Hoe ging dat? Nou, dan ging je bellen en dan kreeg je de... Management aan de leiding in plaats van de artiest zelf. Jullie hebben er keihard aan gewerkt en het was niet makkelijk. En dus konden jullie, en ze konden wel wat hulp gebruiken. En die kregen ze ook van een echte showbiz-deskundige. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo, welkom. Hoi, ik ben Brian. Ik ben Albert, hoi. Ja. Nu kom ik een beetje praten hoe jullie een concert moeten organiseren. Ja. Wil je wat tips hebben? Zeker. Heel raar. Ja, straks, het is groot wat jullie gaan doen. Hè? Dat is voor jullie ook belangrijk. Er moet een goede poster komen die je over het land op kunt hangen. Die op social media, op websites en zo terug moet laten komen. Op je kamer bijvoorbeeld zou posten. Ja, maar het liefste buiten. Op mijn kamer is leuk, maar die ziet niemand. Nee, dus buiten moet die hangen. Zo groot kan het dus worden bij jullie. Hè? Dus dat moeten we in de Ziggo Dome ook doen. Je moet knallen, hè. Je kunt niet zeggen, we zetten een piano neer, dat is een dam. Nee, zo gaat het echt niet. Hè. Kom, ga naar binnen. Goed jongens, nou, we hebben het gehad over posters. We hebben het gehad over dat het een mooi decor moet zijn. Want wat willen jullie vragen? We zijn bij Idee TV geweest. En daar hebben we geprobeerd om artiesten te bellen. Maar dan krijg je de managers. En die zeggen daarvan, geef maar de mail. Ja. Noem eens een naam. Wie zou nou heel graag zeggen, nou, als die meedoet... Armin van Buren. Ja, Marco Bezzato. Nou, dat is Armin van Buren, Marco Bezzato. En jij? Guus Meeuwis. Nee, we gaan gewoon door. Ik hoor een soort kassa in mijn hoofd. Hè? Dat ik denk, oh, dat zijn hele dure artiesten. Koning de koning. Dit gaat lukken, jongen, nou. En met de tips van Albert op zak gaat ons team 2 weken later met de trein op weg naar het kantoor van Guus Meeuwis. Even doornemen welk nummer hij gaat spelen. Hey. Hallo. Hey. Hallo. Pascal. Guus. Hallo. Mooi dat laat heeft u zeg. Ja. Trots op. En zijn jullie er klaar voor? Tuurlijk. Voor je eigen concert. Ben jij er klaar voor? Nee, nooit. Maar ik neem aan dat jullie mij er doorheen gaan slepen, toch? Heb je de Jostiband vaker meegemaakt? Ja.
Ik heb nog nooit met jullie gespeeld, maar ik heb wel al een keer gezien. Ik denk dat het wel één groot feest wordt, hoor, Washington. Oh, dus de spanning loopt, de druk is hoog. Welk liedje gaan wij doen eigenlijk? Bij jullie? Brabant. Wij hebben Brabant. Echt waar? Ja. Die ken ik. Dat is goed. Maar het is wel belangrijk dat we dat even repeteren met z'n allen, denk ik, toch? Ja. Het is maar één ding belangrijk, gelijk beginnen en gelijk eindigen. Daartussen mag alles. Ja, en zo is het gegaan. We zijn er ongelooflijk trots op dat hij vanavond hier is om samen met de Jostiband te spelen. Dan speelt hij ook nog een van mijn favoriete nummers, Brabant. Een daverend applaus voor niemand minder dan Guus Meeuwis. Een muts op mijn hoofd, een kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort, hier de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. Als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutel diep in mijn zak. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nooit licht. Ik mis hier de warmte van een dorpscafé. De aanspraak van mensen met een zachte G. Ik mis zelfs het zeiken op alles om niets. Er was men maar op Brabant, zo trots als een Fries. In het zuiden vol zon woon ik samen met jou. Het is daarom dat ik zo van Brabanders hou. En ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht. De pil en de camper en de meierij. Maar het mooiste aan Brabant ben jij, dat ben jij. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant. Daar brandt nog een licht. Dankjewel. Guus Meeuwis, dames en heren. Ja, de Jostiband is zo ongelooflijk populair. Daar zijn we achtergekomen de afgelopen maanden. Je hoeft een naam maar te noemen en alle agenda's, portemonnees en deuren gaan open. En er zijn er ook een heleboel mensen die vanavond hier tussen jullie hadden willen zitten, maar die er niet bij kunnen zijn. Nou, ze hebben wel een persoonlijke felicitatie achtergelaten voor de jarige Jostiband. Lieve vrienden van de Jostiband. Hallo Jostiband. Lieve Jostiband. Lieve Jostiband. Hallo jongens, van harte gefeliciteerd. Lieve Jostiband, gefeliciteerd. Hoe fantastisch. Jullie hadden een droom en je moet natuurlijk altijd proberen die droom waar te maken. Beste leden van de Jostiband, jullie droom is werkelijkheid geworden. Van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarig jubileum. Lieve allemaal van de Jostiband, 50-jarig jubileum. Ik wil jullie heel veel plezier toewensen. Geniet ervan. Jullie zijn fantastisch en ik ben altijd blij om jullie te horen en te zien spelen. Ik weet als geen ander hoe mooi het is om voor uitverkochte stadions te spelen. En nu is jullie droom ook werkelijkheid geworden.
gefeliciteerd. En geniet ervan. Jullie droom is uitgekomen. Ik wens jullie heel veel succes en allerliefst. Wat zijn jullie fantastisch. Ik ben echt al jaren fan van jullie. Ik wens jullie ontzettend veel plezier vandaag. Heel veel succes en vooral geniet ervan. Dat is het allerbelangrijkste. Van harte gefeliciteerd. 50 jaar, dat is ongelooflijk. Ik vind dat jullie fantastisch goed bezig zijn. En ik wou jullie even laten weten dat jullie een plekje hebben in mijn hart. Maak er een mooie dag van, maak er een mooie avond van. Vier feest, vier het leven. Heel veel plezier en heel veel liefs van Jordi. Dikke kus van Karin Bloemen. Jullie zijn kanjers. Ja. Allemaal felicitaties voor de jarige Job. En er is nog één heel belangrijke man die er vanavond heel graag bij had willen zijn, maar helaas niet kon. Minister-president Rutte. Maar omdat hij het zo jammer vond dat hij er niet bij kon zijn, heeft hij speciaal voor de jarige Jostiband een brief geschreven. En die heb ik hier bij me. Even kijken. Oké, luister goed mee, hè, jongens. Geachte leden van de Jostiband. Ik wil jullie namens Nederland bedanken. Want jullie zijn al 50 jaar een inspiratiebron voor ons allemaal. Jullie muziek maakt heel veel mensen blij. En jullie laten zien dat er meer mogelijk is dan je denkt. Heel veel succes en plezier vanavond. Het dak gaat eraf. Met vriendelijke groet, Mark Rutte. Ja, en als de minister-president zegt dat het dak eraf gaat, dan zal het ook wel gebeuren. Waarschijnlijk nu al bij het volgende nummer. Luister goed, want hier is de Jostiband met Viva la Vida! Moet ik al? Nee, ik wil even checken of je daar. Volgens mij ben ik wel klaar. Twee handen even. Een handtekening, natuurlijk. Ja. Dank u. Is het een boekje daarvoor? Ja. Kom even bij mij staan, want ik wil heel even weten, hoe gaat het tot nu toe? Nou, het gaat nu tot nu nog helemaal goed. Ik ben best wel, als ik merk van nou, als best wel iedereen wat binnenkomt, dat ik dan denk ik wel best wel wat moe begin te worden hoor nu. Ja? Het begint een beetje moe te worden, dat snap ik ook wel. Het is ook niet niks wat jullie hier aan het doen zijn. Maar Monique is ontzettend creatief en heeft dus geholpen aan de kleding. Wil je het zelf vertellen? Ik ben heel erg creatief geweest, maar ik vond het eerst een hele moeilijke beslissing van, ja, wat zouden we doen van tussen rood of weer paars of andere kleurtjes weer te gaan doen. Maar ik heb best wel iemand voor gevonden die, ja, dat was wel heel leuk. Heel goed. Want de Jostiband moest natuurlijk in het splinternieuw. Voor zo'n mooi verjaardagsfeest als vanavond moesten ze nieuwe kleding aan. En daar heeft Monique bij geholpen. En dat is echt niet zo gek, want ze is ontzettend creatief. Kijk maar mee. Dat is de bedoeling nou, dat het is met het kraaitje. Om erop te tekenen, ja. En dan verf ik het pas, ja. Ja, dat had niet met me wachten hoor, denk ik. Nee. Kijk, deze is ook van mij. Ja, ik vind het allebei leuk.
spelen en schilderen. Alle twee vind ik het leuk. En deze zijn voor het Ziegerdoom. Leuk, hè? Ja, dat zijn ze allemaal. Ik ben er trots op zoiets. En met die trots en een zelfgemaakt werkstuk, ja, op naar koninklijk ontwerper Jan Taminiouw. Dankjewel. Deze heb ik zelf gemaakt. Wat mooi. Heb jij hem gemaakt? Ja. Wauw. Nou, krijg je de kus. Ik heb hem beschilderd. Nou, kom vertellen. Wat jullie als leuke, goede ideeën hadden. Dus jullie hadden meer... Dit was dus het oude pak. Dus dit is de Jostiband Oldschool. De nieuwe pakken zijn al gemaakt. Maar het advies van deze superontwerper wordt ingeroepen voor een verpletterende finishing touch. Ja, leuk. Even een goud sjaaltje met wit erop letters. En jij? Ik heb meer getailleerd, mooi. Maar tailleren is altijd mooi, toch? Ja. Ja. Een idee over een nieuw pak is er wel, maar er mist nog wel een accessoire. Het is namelijk wel een mooi element om een feestelijk sjaaltje te hebben. Ja, heel erg leuk, want dan kunnen we zelf eens een keer beslissen van welke pakken we willen en welke sjaaltjes we willen in principe. Nou kunnen we het lekker zelf doen. Kijk, moet je in de spiegel kijken. Oh, het ziet er geweldig uit. Het staat er hartstikke mooi. Ja? Ik kan niks meer aan doen. Niks meer aan doen. Ik pak er strikt. Ja, dat is heel leuk. Dat is wel mooi, hè, erbij. Ja, ik wil er toch één keer nog hardop zeggen. Ik blijf erover bezig. Maar wat is het een fantastische avond en een mooi concert tot nu toe. Wat is het genieten, jongens. Ja. En nou hebben we een verrassing voor jullie, want er is één man en die is net zoals jullie gewend aan dit soort grote podia. Die geeft concerten, fantastische concerten over de hele wereld. En daarom kon hij er vanavond niet bij zijn, maar hij heeft, en het is heel bijzonder en heel lief van hem, wel tijd gemaakt om een boodschap voor jullie achter te laten. Dus kijk even mee naar André Rieu. Jostiband, wat hebben we toch een leuke herinneringen aan jullie. Weet je nog, hier op het Vrijthof voor al die mensen. Dat heeft zoveel losgemaakt op de hele wereld. De mensen in de hele wereld die vragen altijd, André, het is leuk dat jullie komen, maar wanneer neem je nou eens een keer die Jostiband mee? Wie weet gaan we nog eens een keer samen over de hele wereld reizen. Ik wens jullie een fantastische avond in de Ziegerdoom. En op naar de volgende 50 jaar! Nou, applaus voor André Rieu. En dat gaat zo meteen ook weer klinken voor de Jostiband. Want misschien is er wel geen orkest ter wereld dat zo'n breed repertoire heeft als de band hier achter mij. Ze spelen popmuziek, ze spelen volksliedjes, ze spelen klassieke muziek. En met het laatste hoort natuurlijk een soliste. Dus mag ik jullie aandacht voor de Jostiband met violiste Lisa Jacobs en hun Strauss medley. Thank you.
Wacht eens even. Wat gaan we nu doen? Oeh, wow! Hartstikke mooi. Als ik nou bij een concert van een ander orkest ben, dan zit ik wel eens te kijken naar iedereen die op het podium zit. En dan vraag ik me af, wie zijn die mensen nou precies? Want je leert ze eigenlijk, ja, je leert ze nooit kennen. Je zit naar ze te kijken. Het leuke is van vanavond dat dat niet het geval is. We leren steeds meer mensen uit de Jostiband kennen. Zoals mijn vriend Peter. Je komt binnen en je denkt, alle machten nog eens toezeggen. Je denkt, wauw, wat is het groot. En dan verwacht je het natuurlijk totaal niet. Echt, alles gaat plat hier op de kort, jongens. Echt. Ja, nou ja, ik was totaal perplex. Totaal perplex. Dit is onze droom. Ja, doe je ogen eens dicht en probeer het eens voor te stellen. Man, als ik nu aan denk, moet ik weer gaan huilen. Man, wat fijn. Ja, volgende hoor, ik moet even trein gebleken, want... Oh. Je krijgt zoveel dingen in je hoofd en je krijgt zoveel dingen te zien, weet je wel. Ja, dat kan ik af en toe niet verwerken, weet je wel. Optreden in de grootste concertzaal van Nederland, dat is nogal wat. En daarom geeft ex-prof basketballer Henk Pietersen een les bedoeld als weerbaarheidstraining om de druk beter aan te kunnen. Ja, ik was wel moe geworden toen. Toen het afgelopen was, ging ik naar rust, maar ik was wel moe. Maar dan denk ik ook van eigen zo, dat kan ik ook. Sommige mensen weten helemaal niet wat wij kunnen. Welkom bij mij op de Kweker. Hier werk ik altijd op donderdag en de vrijdag. Ik ken al de namen niet zo goed. Het was een beetje te moeilijke naam, zeg maar. En ik kan niet allemaal onthouden. Hey. Eén van mijn vrienden. Heel veel mensen die hebben dan de neiging, omdat ze zien dat ik bepaalde projecten heb, niet te vragen wat heb je. Die durven dat niet te vragen aan me. Ik heb Sint-Willem-syndroom. Ja, ik kan ook niets te doen. Er staat nou iemand dat ik dat heb. Zolang mensen maar normaal met me omgaan, dan is het goed. Maar mij maakt het ook wat de mensen over me zeggen, dat vind ik helemaal niet erg. Maar zolang ze maar geen misbruik maken, dat kan ik echt niet hebben. Dan ben ik echt boos. Stel je nou voor dat jij nou een bepaalde beperking hebt. Hoor je mij nou lachen? Nou echt niet, want ik weet hoe vervelend het is voor je. De waarheid is gewoon om elkaar gewoon te accepteren zoals je bent. En dat ze ook normaal met mij kunnen praten, ja, daar hou ik echt van. En ik hoop dat heel veel mensen dat begrijpen. Dus niet hoe bang hoeven te zijn voor mij, dat gewoon vragen hoe wat ik voor handicap ben of hoe ik ben. Maakt mij niet uit, iedereen is gelijk. En dat is voor mij de enige manier om mensen te laten zien wie ik ben. Ga lekker zitten, Peter. Dat was niet niks om dan jezelf op zo'n groot scherm terug te zien met jullie allemaal. Goed, eens even bedenken. Wat hebben we allemaal besproken? We hebben het gehad over het decor. We hebben het gehad over de kostuums. Over de muziek, over de camera, Jeffrey daarachter. Dus volgens mij hebben we alles nu wel zo'n beetje besproken, toch? Huh? Jongens? Oh, wacht, sorry. Ja, het licht. Het licht, natuurlijk. Sorry, Dion. Hoor je mij? Ja, ik hoor je. Hartstikke goed. Dit is Dion, mensen. Die zit helemaal bovenin, bij de lichtvrienden. Hier zo. Daar zit hij. Hey Dion, hoe gaat het tot nu toe? Goed, heel goed. Hartstikke beetje goed. Zenuwachtig. Beetje zenuwachtig? Ja, een beetje, maar hoor. Maar kun je eens laten zien wat jij doet? Ja hoor, kijk. Wat dan? Oh. Hier. Ja.
Superman. Hey! Goed, hey Dion, kijk even mee. Dan gaan we kijken naar hoe jullie de show hebben voorbereid. Is goed hoor. Oké. Het is 2 weken voor het concert. In deze studio zijn op de computer de hele concerthal en alle lampen nagebouwd. We zijn hier dus bezig met het voorprogrammeren van het licht. Al die lampen en hun kleuren worden vandaag geprogrammeerd. Dat even duidelijk is wie hier de opdrachtgever is. Dat is de Jostiband zelf. Hebben jullie daar ideeën bij hoe je dat zou willen kleuren? Tja, dat is nog niet zo makkelijk bedenken wat voor kleuren je wil. Zachte herfsttinten. Alles wordt doorgenomen en op het scherm is te zien hoe het er tijdens de show uit gaat zien. Rick vraagt voor de zekerheid nog even na of de wifi niet op de IP-adressen van de lampen gaat storen. Ja, als iedereen daar met zijn telefoon zit, heb je natuurlijk geen idee dat gaat dat iemand op het signaal loopt te hacken. Nee, dat klopt. Maar DMX-signaal staat helemaal los van IP en van internet en van wifi. Dat is echt van daarop. En Peter oefent alvast op de plek die hij tijdens de show ook in zal nemen. Achter de lichtcomputer. Ja, kijk, daar zien we het daar gebeuren. Het ziet er wel echt mooi uit, het podium zelf ook. Ja, goed hè? Echt mooi. Herken je het van het voorprogrammeren? Ja, zeker. Okay. Het is echt gaaf. Ook die kleuren door en die over elkaar heen net zo. Ja. Het ziet er echt gaaf uit. Inderdaad, die 339. Kijk maar eens even. Hoi, nou, daar gaan we. En dan druk je er weer op. En dan zijn we ermee klaar. Ja, dat is wel echt cool. Dit mag meemaken. Goed hè? Ja, wel. Jee! When I am down and all my soul's so weary, when troubles come and my heart burden me, Ten Damme met You Raise Me Up vanaf een prachtige schommel. Ze is weer veilig aan de grond, gelukkig maar. Ik ben heel even in de zaal gaan staan. Ik sta hier naast 3FM-DJ Frank van der Lennen. Want Frank, jij hebt de afgelopen weken nou heel vaak gebeld met Evelien uit de Jostiband. Waarom eigenlijk? Nou ja, de eerste keer dat ik had gesproken met Evelien, dacht ik... Jezus, wat is dat een leuk wijf. En ik had haar nog nooit gezien. Ik wist niet hoe ze eruit zag, maar ze was zo eerlijk, zo oprecht. En ook wel... bij de hand. En daar hou ik wel van. Hallo. Maar jullie waren aan elkaar gewaagd. Want we hebben een stukje, luister, kijk maar even mee. We hebben een stuk, daar kun je zien, nou eigenlijk wel duidelijk zien, wie de baas is.
3 weken geleden ging het in. En dan ga je smoesje denken dat het in september, omdat je met het festival bezig bent. Nou, daar ben ik nog niet mee eens. Dus je gaat gewoon niet. Evelien. Je gaat gewoon doen, en anders kom je maar een keer naar de Jostiband. Ik vind het gemeen als je nu zegt opeens in september. Dat vind ik gewoon, dat vind ik niet leuk. Ja, je hebt zo tuk, je kan geen kant op natuurlijk. Ja, en zo ging dat dan. Elke keer weer. En nou ja, ze had hij ook gelijk, het ging hier over het feit dat ik niet meer zou roken. En als ik dan per sigaret zou ik dan doneren aan de Jostiband voor dit 50-jarig bestaansfeest. En dat heb ik gedaan. En jullie gingen ook moppen tappen volgens mij. Nou ja, als zij iets heel goed kan naast keyboard spelen, Evelien, is het inderdaad moppen tappen. En elke keer als ik haar sprak, had ze een mopje en vaak een beetje seksueel getint. Oh, Evelien. Maar misschien kwam dat dat jij het was. Dat hoop ik dan maar. Nou, hartstikke goed. Frank, dankjewel. Ga lekker zitten, want we gaan verder. Theo, ik kom weer heel even naar jou. Ik vind het echt ongelooflijk dat jullie dit allemaal voor elkaar hebben gekregen. Maar hoe vind jij dat zelf? Ik vind het zo enorm gaaf om hier te staan met mijn grote groep hier. Ja. En had je ooit gedacht dat jullie dat zou lukken? Nee, het begon eigenlijk met een geintje van ja, we willen de Ziggo Dome vol hebben. En dat hebben we dus mooi voor elkaar gekregen. Ja, dat hebben jullie zeker voor elkaar gekregen, want het zit vol nu. Ja. En als jullie zeggen vaak, je kan meer dan je denkt, maar dit is het bewijs ervan. Ja, mensen moeten niet zoveel over ons oordelen. Wij zijn ook gewoon normale mensen, alleen wij hebben dit wel voor elkaar gekregen. Dat kunnen andere mensen niet zeggen. Zo is het maar net. Ja. Het volgende nummer dat jullie gaan spelen, dat is, dan ga ik heel even je hart voelen, Met Maan. Dat klopt inderdaad. Het nummer Als alle lichten zijn gedoofd, dat gaan jullie zo spelen. Ja, Theo kan zich het nog heel goed herinneren. De allereerste keer dat hij dat liet horen. Ja, toen moest ik heel erg huilen. Want ja, het is een mooie emotionele lading, vind ik. Want bij een concert hebben we het 1 keer gespeeld en toen, ja, toen moest iedereen huilen. En dat is dan wel zo mooi om dat te zien als dat liedje ook gelukt is. Nou, ik heb dan zelf ook een syndroom, heb ik zelf. Het syndroom van Williams. Alle series van Bas en Adriaan, daar ben ik ook fan van. Slagerij Verkamp heb ik er tussen staan. Ja, ik heb wel begeleiding nodig, dat wel. Dus dat heb ik nodig, vind ik ook helemaal niet erg. Nee, ik voel me gewoon normaal. Ik ben ook gewoon, dat vind ik ook, ja, dat je niet hoeft te schamen dat je een syndroom hebt of zo. Dat je wat anders bent als andere mensen. Ik vind als je dan zelf het eten voor de mensen klaarmaakt en ze zijn blij, dan ben ik zelf ook te blij mee dat ze dat juist leuk vinden. Ze krijgt 4 boterhammen, 2 soorten beleg. Ik werk in Gerestein, dat is een bejaardencentrum. Wilt u het brood nog gesneden hebben? Dan gaat zo'n lief vrouwtje naar zo'n bejaardenhuis. Kijk eens aan, mevrouw Rolloze, lekker uw bakje thee. En dan worden zulke mensen wel eens vergeten en dat vind ik heel erg jammer. En ik wens u voor vanavond eten maken. Ik vind het wel fijn om voor mensen te zorgen. Ja, dan ga ik zeker met een lekker gevoel naar huis, ja. Gewoon een heel leuk, blij gevoel dat je dan alles weer voor de mensen hebt gedaan. En dan ga ik naar de Jostiband toe en dan vertel je erover hoe je het nou vandaag gehad hebt. En ja, dat is gewoon hartstikke leuk. Deze tijd komt.
Dames en heren. Wat een avond is dit, hè? Wat een avond hebben wij hier met z'n allen. En er zijn zoveel mensen die eraan hebben meegewerkt. Ik kan ze echt niet allemaal persoonlijk bedanken. Maar er is één iemand die echt een heel speciaal bedankje verdient. En dan had ik gedacht, dat ga ik doen. Maar dat mocht niet. Want mijn vriend Peter, die daar zit... Ja, daar zit hij. Die zei, dat ga ik dus mooi doen. Dus kom erbij, Peter. Jij wil... Eén iemand bedanken, toch? Eén iemand, vertel. Eén iemand. Zij staat stevig op haar schoenen en ik waardeer haar heel erg. En daarom, Lia van Burg, jij hebt deze bos verdiend. Ja. Lopen we goed zo? Ja. Wacht even. Wat zeg je allemaal? Nou, vooraan zit Frits Bak. Ja. Frits is, ja, die is al 50 jaar lid van de Jostiband. Vanaf dag 1. Ja, vanaf dag 1. Van harte. Ja, nog één keer toch. Hij is er 50 jaar bij. Een applaus voor Frits. Hoe is het, lieve mensen? Hey, hoe is het, vriend? Gaat het goed? Wat gezellig, hè? Wie spelen er allemaal in de band? Nou, ik heb wat te eten meegenomen, een beetje Chinees. Oh, jij. Oh, kijk eens. Sambabai? Jongens, hoe gaat het met repeteren allemaal? Gaat het goed? Fantastisch. Oh, het is best veel, hè, voor jullie, hè? Ja. Maar wel, hè? Ja, daar gaat het om. Heel gaaf. Ja, het is gaaf, hè? Kijk, hij gaat helemaal door zijn knieën voor je, zie je dat? Ik ga vanavond zingen, maak me gek. Hadden wij niet ergens gelezen dat jij een ander lied van heel iemand anders ging zingen? Maak me gek. Nu zing met me mee. Wat is dat nou? Zing met me mee tot morgen vroeg, hier op het plein of in de kroeg. Zing dan uit volle borst, wat kan jou het schelen? Nou, ik ben heel benieuwd zo met het liedje. Ja, heel goed geoefend, hoor. Het liedje is heel goed uit. Dankjewel, dat is fijn om te horen. Kan je het nog één keer zeggen voor die kamer? Zeg het nog een keer. Zeg dat je er goed uitziet. Yes! Ik hou ervan. Dankjewel. Hoe is het met je haar? Is hij al een beetje bang of niet? Nee. Hou goed vast, want straks klimt hij de boom in, hè? Hou goed vast. Jongens, zullen we gaan repeteren? Ja! Ik heb er helemaal zin in. Ja, ik heb er ook zin in. Mooi. Nou, dan gaan we. Kom op, we gaan naar binnen. Hij staat al klaar, maar ik sta hier naast een man die heel graag heel even het woord tot jullie wilde richten. Want hij wil de volgende artiest aankondigen, dus de microfoon is voor jou. Ga je gang. Lieve mensen, ik ben zo blij dat ik weer mijn dromen uitbreng met deze mooie stadion. En ik wil heel erg aankondigen, Geert Joning! Valt over straten en pleinen, de gouden zon zakt in hun stad. De mensen die moe in hun huizen verdwijnen, ze hebben de dag weer gehad. De neonreclame die knippelt langs ramen, het lot levert zachtjes op straat. De stad lijkt gestorven, toch klinkt er muziek in een kroeg die nog wijd open staat. Hij gaat goed, hè? Komt ie, hoor! In dat kleine café
haven. En daar zijn de mensen gelijk en tevreden. Daar in dat kleine café aan de haven. U daar telt je geld op wie je bent. Wat een eer dat ik hier mag staan. Dankjewel! Het begon met een droom. Ja, dat voel ik van binnen dat het nou eindelijk uitkomt, ja. En nu zit de Ziggo Dome vol. Gaaf. Je zit wel te stuiteren. Dit is een waanzinnige dag. Zenuwen, hard werken en een diep besef en bezinning wisselen elkaar af. Het is hier fantastisch en ik heb het reuze naar mijn zin in. Ja, heel erg gaaf. Echt heel mooi hier ook. Hele jaar met z'n allen ja, naartoe geleefd, zeg maar. Leuk. Ja. Dit is grandioos. Dit geweldig. Echt zo leuk. Het is gelukt. We zijn er. Voor een groot deel op eigen kracht. Ik ben gewoon echt apetrots dat we met zo'n goede mensen om ons heen de kennismaking mogen kunnen maken. En dat daar ook wel van, ja, super. Je leeft er naartoe, dan ben je best zenuwachtig en op de dag zelf helemaal niet. Ik weet niet wat ik moet zeggen, maar zo mooi vind ik het eigenlijk. Het is de mooiste wat ik ooit gespeeld heb. Wat een achtbaan was dit. Maar elke minuut was de moeite waard. Ja, dit is natuurlijk uiteindelijk waar je het allemaal om gedaan hebt. Gewoon alle repetities, alle dingen heb je hiervoor gedaan. Dit is natuurlijk een bekroning op je werk. Zo leuk, ja. Maar van blijdschap denk ik, toch? Ja. En de tranen van geluk? Ja. Komt je grote droom uit? Ja. Ja. Wat een geweldig concert. Nog één keer dank aan alle artiesten. En vooral ook een enorm applaus voor alle gastartiesten, alsjeblieft.
Ja. En ik probeer nu... Ik probeer hier mijn weg te vinden tussen alle ballonnen. Want, majesteit, u wilde de Jostiband graag ook persoonlijk feliciteren en bedanken. Dus mag ik u uitnodigen op het podium te komen? Tussen alle ballonnen door. Getuige van een historisch concert. Het 50-jarig jubileum van de Jostiband. Dat vieren we. En het mooie was, het was voor een belangrijk deel bedacht en uitgevoerd door mensen met een verstandelijke beperking. En die hebben daarmee laten zien dat ze misschien wel veel meer in de mars hebben dan ze zelf soms denken of dan wij soms denken. Ik vond het echt fantastisch om erbij te zijn. Ik hoop dat u genoten heeft. Een hele mooie avond. Afrotros.